Mijn naam is Bas Werken, productmanager van Pillar en vandaag neem ik je in deze learning video mee naar de Information Takeoff module. De Information Takeoff module vinden wij onder de Elements module en gaan vervolgens naar de Element Details en onderin kunnen wij de Information Takeoff starten. De Information Takeoff is een module die de door jou gekozen data uit een BIM-model kunt halen. Nou, ik ga je nu laten zien hoe dat werkt. Aan de linkerkant kies je voor een model. Heb je meerdere modellen geselecteerd, dan kun je ook een selectie maken van alle modellen of de modellen waar jij je informatie uit wilt halen. Ik heb het model geselecteerd en je ziet dat hij nu twee rijen binnenhaalt. Dat is standaard het ID van, van alle elementen en de elementnamen worden nu getoond. Nou, je kan zelf door middel van de settings knop kan je extra parameters gaan toevoegen aan het model. Die kan je gewoon selecteren als je dat wil. Dus ik selecteer hier even een paar parameters die ik uit wil lezen. Ik kan ze selecteren en door middel van de toevoegen knop kan ik ze toevoegen. En je kan ook gewoon zelf zoeken door bovenin te tikken. Dan kan je vervolgens ook bepaalde zaken gaan inladen. Zo kan ik zelf kiezen welke informatie voor mij van belang is die ik graag uit wil lezen. En door die op deze manier toe te voegen, kan ik die gaan ophalen uit het model. Ik voeg nog even een paar toe. Klik op Update Properties. En hij gaat nu informatie ophalen in mijn model. Het mooie is dat wij aan de zijkant nu ook van alle informatie die wij hebben gekozen, of alle properties, hier ook op kunnen gaan filteren. Nou, zo kan ik bijvoorbeeld gaan starten dat ik eerst de boel wil gaan groeperen. En die wil ik bijvoorbeeld groeperen op basis van de NOSFB-codering. Dan gaat u nu groepjes van maken. Dan komt ook netjes een kleurtje aan te hangen. En vervolgens kan ik hier wat mee gaan doen. Nou, we zien dus netjes kleurtjes tevoorschijn komen. Hij telt ook de elementen. En hij heeft ze nu netjes gegroepeerd op de NOSFB-codering die erin zit. En je ziet dat ik ook al wat totalen meekrijg. Nou, onderin kan ik gaan filteren op basis van properties. En kan ik bijvoorbeeld gaan zeggen dat ik eigenlijk alleen maar de zaken wil uitlezen op de begane grond. En vervolgens wil ik eigenlijk alleen nog maar alle wanden bijvoorbeeld uit mijn model hebben. Nou, ik kan even de 21 en de 22 selecteren. Ik filter opnieuw. En hij maakt nu eigenlijk gewoon direct een uittrekstaat van mijn wanden op de begane grond. Die zie ik hier ook netjes gegroepeerd. En als ik hem uitklap, dan laat hij ook netjes zien waar dit zit. Het venster aan deze kant is nog beschikbaar om groter of kleiner te trekken. En wil ik deze nou opslaan, dan kan het ook door middel van de filterknop. Kan ik deze gaan opslaan. Gebruik hiervoor de Save Filter en geef dit een naam mee. Alle wanden. We gaan nog rond. En belangrijk hierbij is ook even aan te vinken dat hij de zaken mee moet nemen. Dus wat moet hij meenemen? Nou, de properties en de property groups. En je ziet hieronder waar hij dus netjes op gefilterd heeft. Nou, op het moment dat ik zo meteen een nieuw IFC-model krijg, dan kan ik deze onder de filterknop kan ik deze oproepen. Alle wanden begane grond. En lees je eigenlijk direct opnieuw de informatie uit. Alleen dan met de nieuwe wanden of nieuwe zaken die in mijn model zitten. Nou, uiteraard kan ik dit ook gaan exporteren. Hiervoor gebruik ik de Save Information en kan hier gaan kiezen wat ik hiermee wil doen. Ik zeg, nou, ik wil dat dit ook als een Excelletje wordt opgeslagen. Dat Excelletje mag je ook op Pillar opslaan onder de documenten. En ik wil graag de view die we hier hebben aangemaakt ook opslaan. We gaan naar de grond, alle wanden en sla dit netjes op. En hij gaat nu mijn data exporteren. Netjes het Excelletje opslaan en ben nu klaar. En ook de view wordt netjes opgeslagen. Bedankt voor het bekijken van deze learning video. Tot de volgende keer.